Het wordt gemaakt met ijs. Je kan er jam op doen. En het wordt gemaakt met deze twee dingetjes. Deze dingetjes die liggen ook onderop. Kijk maar eens goed. Goed zo. Daar zo. Jam. En je hebt ook een soort van, lijn. Dat zorgt ervoor dat dit erop blijft zitten. Ja, dat is mooi. Dit is onze bananenboom. Mijn tante die gaat dan deze roze afhalen. En daarna gaat ze de bomen hakken. Waarom ze dat doet? Nou, dat ga ik jullie vertellen in de klas. Ik heb het vaak weer lekker tong, toch? Kom maar. Er wordt een bananenboom gemaakt met bladeren. Bananen. En wij maken een bloemetje. Het ziet er zo uit, maar helemaal niet zo. Nou, je moet er weer een uit. Dat is goed dan. Ja, oké. We hebben hier ook, we hebben hier een leuk hangt aan, maar we hebben hier een het is van bananenbladeren gemaakt. Er zitten bloemen in. En ook nepbloemen. Maar de witte en de roze, die kan je zelf thuis ook maken. Dit hier zo is een bad. Je kan ermee water zetten. En het is van dit blad gemaakt. En mijn moeder die heeft het ook gemaakt. Kijk maar eens goed hoe ze dat doet. Dan kan je het zelf ook. Die 500 rubberbomen moeten we een sneetje krijgen, zodat het gaat duwen. 3 uur ochtend gaan beginnen we. En 6 uur ochtend dan gaan ze naar dit huisje toe om te gaan slapen. En 7 uur ochtends staan ze weer op en gaan ze weer verder. En dus dat is heel zwaar werk. Dit hier is dus een rubberboom. Hier zo komt rubber uit. Kijk, dat witte daar zo, dat is allemaal rubber. Kijk maar eens in het bakje. Je moet de bas eraf halen. Zo, en dan moet je hier zo nog zo'n klein stukje bas. En moet hier zo een soort van klepje. En je moet dan wat metaal hebben. En een bakje. Zoals deze. Dit hier zo is de vloeistof dus. En die doen ze eigenlijk in het bakje. Zodat de rubber die er uit komt, dat die dan hard wordt. En als het bakje helemaal vol is, dan gieten ze dat eruit. En dan verkopen ze dat aan kleine fabriekjes die plakken maken. Hele grote plakken.
Hier komt rubber uit, maar deze tijd niet, want ze hebben hier zo'n verf opgesmeerd. Zodat het bad weer gezond kan worden. Want als je hem de hele tijd openlaat, nou, dan kan hij wel ziek worden. En is die goed? Oké, smakelijk eten.